stelt u voor dat er hier een grasspietje is en dat hij in uw neusje kriebelt. Voelt u hem kriebelen? Laat dan even een like achter. Oké, het sloeg helemaal nergens op. Ik ben hier even lekker met een hooibaal aan het knuffelen. En voor de mensen die de vorige video hebben gezien, eerst had ik vierkante hooibalen. Maar nu ronde. Dat is niet het enige wat is veranderd. Ik heb de velden aan elkaar geploegd. Ik moet daar nog zaaien. Maar wat ik ook niet snap, is dat hier onkruid is en hier niet. Dat snap ik niet. Maar wat is dit? Dit is een mot. Eerst crashte deze mot, maar ik heb hem gefixt. Look at this. Fertilizer. Ik heb er een nieuwe strooiunit op gezet. Een nieuwe hooibouwmachine. Dit is ook een mot. Deze mot is geweldig. Kijk, dit gaat dan zo uitsteken en die raapt dan de hooibalen op. En dan kan je ze super makkelijk ergens heen brengen. Hier heb ik onze Nova in gedaan. Maar dit is zo ultiem vet. Trouwens, in deze video, wat we gaan doen, is we gaan gras maaien voor de koeien. En water. Hoe zeg je dat? We gaan water geven aan de koeien. Laten we het daarop houden. De eerste silo hadden we al. Ja, dat hadden we al. En natuurlijk dat veld. Hier is alles dood. Maar ik heb hier ook nog helemaal niks gedaan. Hier wil ik denk ik ook gras gaan doen. Ja, kijk. Aardappels had de boer hiervoor laten groeien. Hierin zitten soort alle aanhangers. Hieronder zit een bag. Ik wou ze er allemaal in gaan doen. Want daar verderop liggen nog allemaal bags overal. Maar echt, die bags die glitchen zo erg. Dus die heb ik daar gewoon laten liggen voor de rest. Oh ja, en deze machine die spuit stro. Ja, ik kon het niet laten. Ik heb het even off cam gedaan, maar dat kan ik zo weer doen. Er zit er nog eentje in. Want even kijken. Kijk, ik heb de koeien al 18.000 liter stro gegeven. Dat is wat ze nodig hebben. En moeten ze dus ook nog water geven. Oh ja, trouwens, was ik helemaal vergeten. Ik heb het dus geordend. Dat hebben jullie wel gezien. Hier staan alle tracks. Deze staat alleen anders. Beetje weird, maar ja. Ja, dit is wat ik bedoel. Hier staan al die bags en zo en dat soort dingen. Ik heb het dus een beetje opgeruimd. Hier gaan de sojabonen komen en hier de tarwe. Hier groeit tarwe. En hier is nog wat onkruid wat weg moet. En het is nog helemaal niet bemest. Het is dus een hoop veranderd. Wat ik even ga doen is ik ga dit bemesten en het onkruid weghalen. En dat ga ik ook daar doen. En dan gaan we eventjes met het echte leuke werk beginnen. Ik gebruik gewoon dit voor het bemesten. En dan gebruik ik die met... Oh nee, ik moet het natuurlijk nu met smalle banden doen. Doe ik deze wel eventjes smalle banden. Ja. Oké, dan hebben we. Yes, er zitten smalle banden op. En dan gaan we dus... Ja, dit ding zit hier voorop. Maar daar moet je maar even niet op letten. Eerst gaan we even alles bemesten en daar de onkruid weghalen. Ah! Oh, dit gebeurt altijd hier. Ja, ik heb echt superveel offcam gedaan. Sorry. Ik kon het echt niet laten. Ik vond het gewoon te leuk. Waar zit... Oh, hier zit hij. Ja, dan moet ik altijd even kijken. Eigenlijk moet ik ze open laten. Maar dat vond ik veel leuker voor de video. Oké, dan pakken we hem even. Ik vind het veel leuker dan die stomme standaard loodsen. Hier zit mest in. Dus dat kunnen we even bemesten. Ja, kijk, dat vel moet ik nog zaaien. Of tenminste dat mini-stukje. Maar ja, dat kan ik niet nu doen. Oh, wacht. Het moet toch nog worden bemest? Oh ja, het moet zeker worden bemest. Ik heb nog helemaal niks gedaan aan dit veld, jongen. Ja, het was al gefertilized. Smalle banden, super chill. Oké, even iets erboven. Sproeien laten zakken. Oh, nu zit hij wel erg over de top hier. Als het... Ja, dit gaat. Oké. Nou, we zijn het eventjes lekker aan het bemesten. En dan ga ik dus ook met het andere veld doen. En ook met dat veld. Dus drie velden moeten we in één keer. Dat gaat wel even duren. Dus dat ga ik eventjes, ja, of knippen of even timelapsen. Want ja, ik wil niet de video hier aan besteden. Smash hem maar even op die like. Want dan kan misschien die server nog komen. Want nu ziet het er niet echt naar uit dat er echt een server gaat komen. Oké, we doen wel eerst dit veld onkruid doden, want hier zit toch ook onkruid? Ja, 100% onkruid. Oeh, onkruid is dit, son. Nou, het hoeft ook niet per se allemaal dood, maar het zou heel chill zijn als het allemaal dood zou zijn. Alles moet dood. Tenminste, het onkruid bedoel ik, al het onkruid. Oh, trouwens, dat veld zit nog geen onkruid, dus dat hoef je helemaal niet te doen. Nou, en dan nog dit veld en dan zijn we dan. Auw. Oh, dit is alleen maar onkruid. Fijn, man. En maar...
is hier wel tarwe aan het groeien. Is amper tarwe aan het groeien. Alleen op dat blok. Waarom alleen op dat blok is er tarwe aan het groeien? Kijk op dat stuk. Huh? Het is echt gewoon zo'n precies blok. But why? Ik vind dit zo raar. Is het misschien omdat ik heb lopen kloten met de terrain tool? Ik heb dit niet eens aangeraakt. Ik zweer het. Ik heb het veld niet aangeraakt. Ik heb wel omheen nog even gefine-tuned. Maar voor de rest heb ik het niet aangeraakt. Ligt het serieus nou daaraan? Oei, oei, oei. Wat een schande. Wat we nu eventjes gaan doen. Wat ik even wil kijken. Oké, ja, het is al het goede. Wat we allemaal gaan kopen. We gaan zoveel kopen. Wat we ten eerste gaan kopen. Is een watertank voor de koeien. Watertank zetten we gewoon hier neer. Bam. Watertank in de poekiet. Wat we nog meer gaan hebben, nodig hebben, is maaiers. En ik heb dus weer een beetje afgekeken. Het is handig als je een maaier achter hebt en een maaier voor je. Dus we gaan deze nemen. Kauven! Kauven! En wat we nog meer nodig hebben, want die hebben wel gras nodig, maar ook hooi voor koeien. Daarvoor heb je schudders en windrowers nodig. Dus koop gewoon deze schudder. Die schudt het dus en mengt het en mixt het als het goed is. Windrowers! Bam! Son! Maar dat is nog niet alles. Met wat gaan we het gras oprapen? Dat heet een landwagen. Nou, we nemen denk ik gewoon dit beast ding toch? Ja, we nemen gewoon dit monster. Kablam! Wat we nog meer nodig hebben is een watertank om het over te zetten. Ik weet niet of het handig is om meteen deze te nemen, want hiermee kan je ook melk vervoeren. Ik doe wel deze, want dan kunnen we ook meteen... Oh, kijk. Oh, ja, ik wil black. Oeh, sexy. Bam! We hebben heel veel gekocht. We hebben al meer dan 100.000 aan spullen gekocht. En dat moeten we nu allemaal gaan ophalen. Maar eerst moeten we gras planten. Oef, daar heb ik nog niet echt aan gedacht. Waar gaan we met die grote tractor, die witte, gaan we wel, die middelgrote tractor, moet ik zeggen. Daarmee gaan we wel alle stuff ophalen. En deze gaat dan eventjes gras zaaien op het veld waar we dus gaan maaien. Ik zet ondertussen ook eventjes de tijd wat sneller, zodat het überhaupt wel kan groeien en dat we tar misschien ook wel kunnen oogsten en even balen kunnen maken. Want dat is misschien wel leuk als er wel iets gebeurt in een video. Wat hebben we nu nodig? Oh ja, de zaaier. Sorry! En dan moeten, oh ja, dan moeten we dat hele veld ook nog onderhouden. Hier is het veld al. Onkruidinvasie! Moeten we eigenlijk ook nog die onkruidmachine hier naast ons meenemen? Maar ja, dat doen we later wel. Want eerst moet hij nog zaaien en ploegen. Die werken. De ploegen duurt best wel lang. Hij kan niet veel ploegen. Zelfs de duurste ploeg ploegen niet eens zo snel. Ik zou het heel anders hebben gedaan. Maar ja. Moeten we weer eventjes naar veld 23. We hebben dus ook veld 19. Daar kunnen we ook gewoon gras zaaien. Dan doe ik hier ploegen. Veld 19 ploegen daarna. En dan gaat hij hier zaaien op veld 23 en dan veld 19 zaaien. Ik denk dat we het zo gaan doen. En deze werker mag lekker. Oh, jeetje mina. Zag je dat? Ik vloog helemaal. Deze werker, die mag letterlijk alles ploegen. Ik hoef daar helemaal niks van te doen. Meteen werker, ik hoef hier niks van te doen. Oh, hij was nog niet uitgeklapt. Kijk hoe sloom dit gaat. Dit gaat echt wel even duren hoor. Ik weet niet eens of we dan wel gras nu kunnen maaien, maar ja. Wat mijn idee was, is eerst water aan de koeien geven. Dat gaan we denk ik ook eerst doen. Maar je hoeft niet per se gras te maaien van de velden. Je kan ook gewoon zomaar gras maaien. Maar daar kan je volgens mij geen hooi van maken. Ik ga denk ik gewoon het veld gebruiken om hooi te maken. En de rest gewoon voor gras. Maar volgens mij geven velden ook meer gras. Dat weet ik niet. Ik lieg hier misschien een beetje. Dat triggert mij zo, hè. Dat daar oranje is en dat het hier rood is. Oeh. Woehoe. Oké, er staat Valtra daar in de stoel. Oh. Die Valtra tekst beweegt. Kijk. Of ja, die beweegt juist niet mee met de stoel. Ik ontdek bugs. Oh, ik haat dit zo. Als iemand zijn toeter zo spamt, hè. En gewoon, doe even normaal. Iemand hoort het. Iedereen hoort het wel. Weet jij, toetert. Ja, ik snap wel dat je wat langer doet. Gewoon toet. Maar niet toet.
We gaan eerst het water doen en daarna gaan we dus maaien. En de windrowers en de schudders laten we daar nog gewoon even staan. Oh, kijk, chrome is ook mooi, chrome. Maar dit is ook wel sexy, moet ik zeggen. Ik geniet hier helemaal van. Trouwens, wat ik ook heb gezien, je kan dus die balen verkopen. Maar ik denk dat we nu echt gewoon gaan focussen op de koeien. Want kijk, ik snap eigenlijk niet waarom je zo'n silo neemt. Ik zie andere YouTubers, of tenminste andere mensen, zie ik allemaal al een tarwe en zo in die silo's doen. Maar ja, why? Ja, om te wachten dat het meer waard is. Maar soms is het dan ook gewoon veel waard. En dan, ja, I don't know. Misschien verdien je meer aan koeien of zo. Dan leg ze prioriteit bij koeien. Ben je lekker aan het ploegen? Ja, man. Ik denk dat hier niks is. Ik heb hier wel gezaaid. Ik zweer het. Hij laat zien wat er op het veld groeit. En dus niet op dit plekje waar ik nu richt. Mijn veld is helemaal naar de knoppen gebracht. Ik weet ook niet waarom. Nu groeit echt een klein stukje. Maar als eerst gaan we slapen. En dan ligt er volgens mij, denk ik, weer overal onkruid. Om 14 uur is ook letterlijk de max die je kan slapen. There we are, my bros. Oké, laat maar. Het groeit. Het groeit. Oh, dit groeit heerlijk. Heerlijk groeit dit. Dat ding heeft de hele nacht aangestaan. Dat onkruid ga ik niet nu doen. Totaal geen zin in. Kijk, dit kunnen we gewoon heel snel aan de koeien geven. Dan gaan we hierheen. Begin met bijvullen. Volgens mij zit hier gewoon unlimited shit in. Lekker volstoppen. Lekker geven aan de koeien. Vinden ze lekker. 8000 liter. Kom op, hij zit bijna helemaal vol. Dan gaan we allemaal aan de koeien geven. Dan hebben ze genoeg tijd. Ik weet eigenlijk niet of dat allemaal in die waterbak past. Lijkt me niet. Hier, pik. Water. Maar kijk, daar ligt het. Kijk, sloom dat erbij komt. Dat kan nooit. Als het nu al 4000 liter is, komt 8000 hier of zo. Dan moet er nog meer. Ah! Oké, dat had ik niet verwacht. Dus dat gaat nog wel wat worden. Hier, olifanten. Hier, neem water. Ja, dan gaan we denk ik meer met de maaien beginnen. Oeh, dat vind ik lekker. Ah! Nee, ik zat niet op te letten. Nee! Denk het ook. Denk het ook. Als je toetert, flip je in één keer. Oh, nu wordt het weer allemaal zo onoverzichtelijk. Ik gebruik namelijk echt elke tractor voor zeg maar één dingetje. Dat heb ik altijd. Ik weet niet waarom. Oh, nee. Zo, ik heb het even hier gedropt. Hiermee gaan we dus weer lekker naar de winkel. Maar ik heb dus even gekeken naar de andere map. Velsbrun. Nee. Volgens mij zit de shop daar echt veel dichterbij. En maar dan ook echt veel dichterbij. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Unsatisfying. Hiermee ga ik naar de shop rijden. Ik stik op camera. We moeten natuurlijk ook de achterste maaier meenemen. Maar dat is meer denk ik voor veldmaaier. Oh, ik tik hem ook weer lekker aan. Maaiertje. Oh nee, maaiertje. Woehoe, sexy. We hebben een maaier. Uitklappen. Is die zojuist uitgeklapt? Oh, dat wist ik niet. En kopelen. Oh. Ja. Oh, ik heb het ding veel groter van. Nee. Oh, dat is satisfying. En dan klikt het zo. Hey, ik moet toegeven. Farming Simulator is wel een hele satisfying game. Oh, lekker bezig, man. Je hebt dat onkruid gedood. Kan ik niet even dat veld kopen? Net als die wil gaan oogsten. Hé, hey, bam, veld is voor mij hier oogsten. Oh, dat zou zo mooi zijn. Je kan dus, als het goed is, hiernaast gewoon maaien. Ik ga... Oh, ja, soms schiet hij dan door. Waarom is dat? Laten zakken. En dan... Kijk, we zijn aan het maaien. Oh, ja, dat ding moet natuurlijk aan. Want die raapt het op. Oh, wat ben ik toch dom. We gaan heel sloom, omdat... Dat kan je hier niet zien. Maar hij heeft niet genoeg power om dit te trekken. Wat ik al op zich had verwacht. Dat komt omdat dat stomme ding stilstaat met een ploeg. Doe iets. Kijk, ga maar eventjes door, ja. Je moet aan het werk, man. Oké, punt is, we hebben deze tractor ervoor nodig. Of
Ik ben super dom. Ik kan natuurlijk ook gewoon een nieuwe kopen. Ik heb genoeg dukaten. Beetje jammer dit. Dit ding, dat laten we wel hier staan. Het is niet overzichtelijk. I know. Ja. Ik word hier ook niet happy van of zo. Ik heb het weer niet goed voorbereid. Wat nemen? Nou, laten we dat doen. Oh, ik word er ook weer heel blij van. Maar niet dus. Dat is altijd als je iets koopt, dan denk je... Auw, ik heb spijt. Oké, dat... ja, dat. Oh ja, trouwens, dan kunnen we deze ook meteen meenemen. En ook de windrower. Die windrower ga ik niet thuis op onze farm zetten. Die laat ik gewoon daar bij het gras. Nou, we gaan ook gras op onze farm zetten, maar ja, dat komt later. Kijk, dit ding... Die daarachter, dat witte, dat kan dan zo naar buiten schuiven. En dan pak je nog wat extra mee. En die schudder, die schudt het gewoon. Dus dit is wel heel chill. Zo is het chill. En we zijn alweer bijna bij het veld. Dat is wel chill. We komen steeds dichter bij de winkel. Maar kijk, dat is bij mij altijd. Ik orden het echt perfect. En dan een paar dagen later... Is het gewoon allemaal een troep. Dat heb ik. Zoals nu. Het is nu al een troep. Nu al. Ik zag het wel. Je start nu pas met rijden. Ik zie het wel, meneertje. Ga niet grappig lopen doen. Deze guy kan dat wel aan. Anders hadden we een grote moeten kopen. Uitklappen. Oh, eindelijk lukt ons iets. Eindelijk. Kijk, hier kunnen we dus maaien. En dan moeten we dus eigenlijk even omdraaien, normaal. Want nu kan hij de helft niet oppakken. Hier hebben we dus gras. Mooi gras. Als het goed is, dit gras wat hier ligt, kan je niet met windrowers en zo doen. Ja, ik doe niet netjes of zo. Kijk, daar laat ik nog wat liggen. Maar ja, ik wil gewoon gras. Yo, pik, aan de kant. Ik ben hier aan het maaien. Hij moet er ook nog allebei power geven. Want ik wist niet, ja, dat ding moet natuurlijk ook oprapen, die aanhanger hierachter. Trouwens, hij is bijna klaar. Hij gaat zo meteen voor zijn laatste ding. Maar waarschijnlijk heeft hij dan weer even wat dingen gemist. En dat moeten wij dan weer regelen. Aangezien, ja, hij kan dat gewoon niet. En werken is gewoon mega dom. Laten we daarop houden. Niet als je in het echt een werker bent. Dan ben je misschien wel hartstikke pro. Misschien. Maaien het echt gewoon lekker, hoor. Het is echt satisfying. Alleen dat hoopje is niet zo satisfying. Maar ja. Lekker bezig. Dan moeten we hier dus nog gras zaaien. Ja, dat is alleen een beetje jammer, helaas. En dat gaan we gewoon in hooi veranderen. Dit gaan we gewoon gebruiken voor de koeien. Dat duurt nog wel even. Hij is klaar. Ik zet hem even uit, alles. Oh, je hoort het ook stoppen. Dat is heel vet. Dan moeten we die eventjes hier weghalen. En dat is nu eigenlijk onze sterkste tractor. Ik vind het zo lelijk. Sorry. Ik ben echt van de Valtra's. Ik ben niet zo van de John Deere Nieuw-Holland. Maar je moet dan ook weer gras groeien. Ik weet dat de groei denk ik niet automatisch. En op de velden wel. Please, doe het gewoon goed. Please, saai. Drop je nog een zaadje? Gast. De zijmachine staat niet eens aan. Phew, gelukkig zaait hij wel. Kom op. Come on. We moeten dit snel doen. Oh, crap. Hij komt daar. Dan moeten we best wel snel zijn. Dan moet ik dan weer zelf langs gaan. Omdat anders heeft hij geen ruimte om te keren. Wat een ei. Maar dan moeten we eventjes achter de in doen. En hier moet je toch gras geven. Oké. Overladen starten. Wish me luck. Beter. Oh jee, ja, hij doet het. Oh, waarom kiept dat zo snel? Ik heb er zo lang over gedaan. Ik dacht echt dat dit genoeg zou zijn. Als dit maar 20.000 is. Oh. Hey, trouwens, we hebben al melk geproduceerd. Hey, we hebben gewoon melk. Oké, dus ik ga denk ik het gras tot waar het echt net groen is. En daarna gaan we naar hooi. Dan moeten we nog compleet gemengd rantsoen. Dan moet je alles bij elkaar mengen. Oké. Oh, kijk, hier staat de melk. En dat kunnen we dan in de tanks doen. Wacht, kan dat? Nee, dat doen we nu niet. Dat kan je dan denk ik dan daar ophalen en hier in de tank doen, als je dat wil. Trouwens, gaat het goed met de growing? Oh, hij is klaar.
Ik wil dat zo graag doen nu, hè. Dit wil balen. Dit is echt balen. Kijkers, leuk like achter. Als je het super wel vond in de volgende video, gaan we dit dus allemaal oogsten. En dan gaan we echt hooi maken. Zie jullie bij de volgende video later.